Welkom in de nieuwe boekenkaas, de Ondernemers Boekenkaas, aflevering nummer 67. Het boek The Best of Times and The Worst of Times, of niet en, maar dat is een komma staat ertussen. Het beste van de tijden, het slechtste van de tijden. De subtitel is Futures from the Frontiers of Climate Science. Het boek schreef naar Paul Behrens. Paul is een professor, associate professor of energy and environmental change aan de Universiteit van Leiden. Hij komt uit Nieuw-Zeeland en is sinds 2014 werkzaam in Leiden. En zijn vakgebied is dus de verandering van energie en de natuur, de omgeving. Het is een bijzonder boek met veel wetenschappelijke feiten, veel onderzoek. Wat hij aanhaalt en gebruikt. En ondanks dat is het toch een redelijk goed leesbaar boek. Wat iedereen gewoon kan lezen. Er zitten heel veel footnotes in. Dus het boek is een totaal... denk hoor. 350 bladzijden of zo. Ja, 346 bladzijden of zo in totaal. Maar waarvan bijna 100 footnotes zijn. Dus het is een heel uitgebreid boek waar heel veel wordt gerefereerd aan... verschillende onderzoeken, dus dat is ook interessant als je verder wilt duiken in het boek of in de onderzoeken die erachter liggen. Het vraagt een verandering in jezelf om wat je wat beschreven om dat mogelijk te maken. Het gaat niet zozeer om de externe verandering, het gaat veel meer over de verandering van jezelf. Hè? Dus, en om die verandering mogelijk te maken heb je eigenlijk in mijn optiek het goede nieuws, het hoop nodig. Maar ook het slechte nieuws. Je moet ook zien waarom het noodzakelijk is dat we moeten veranderen. En dat slechte nieuws is natuurlijk niet echt een fijne boodschap. En het boek staat er vol mee. Maar als we niet het slechte nieuws zien, dan hebben we ook niet... Tenminste, dat is niet wat ik zie in mijn omgeving. Niet de noodzaak om te veranderen. We voelen niet dan dat er iets nodig is om te veranderen. En dat voel ik zelf ook alleen al. En dat doet hij rond de belangrijkste onderwerpen die hij noemt. En dat gaat over energie, voedsel, klimaat, economie en, waar hij mee begint, de populatie en de vooruitgang. En telkens op dat onderwerp schrijft hij dus een pessimistisch deel. Dus het deel waarmee je wat met je neus op de feit wordt gedrukt. En een hoopvol deel om te laten zien... waar we nu zijn, waar we naartoe zou kunnen groeien met de gegevens, met de onderzoeken die er nu al zijn. Dus de pessimistische kant is, als we niet veranderen, dan gaat het deze kant op en wordt het alleen maar erger. En de hoopvolle kant is, als we de signalen die er nu zijn doorvertalen naar de toekomst, dan zitten heel veel kansen in. Dus dat is in het kort het boek van mij. Wat vind jij, Tom? Ja, ik vind het een... Ik vind het ook een goed boek. Ik vind de opbouw die jij ook net beschreef, vond ik heel goed. Dus inderdaad met die realiteit te beginnen, wat hij dan hier pessimisme noemt en dan hoop. Hij is een klimaatwetenschapper. En wat ik wel interessant vind, misschien ook om meteen de kern te noemen. Hij zegt op bladzijde 18, we have almost all the solutions we need, but we may not have the time. Or will to implement them to avoid a global catastrophe. Dus het is, en dat vind ik wel interessant, dat laat hij dat heel goed eigenlijk zien. En dat is eigenlijk ook het frustrerende, vind ik, als je het boek leest en in het algemeen aan het hele, ik zou maar zeggen, niet alleen maar klimaat, maar ook biodiversiteit en aan alle andere grote problemen die we hebben, dat we eigenlijk de kennis en de kunde hebben het op te lossen, maar dat de wil ontbreekt. En dat is komt dan aan het eind van het boek ook weer terug. Dan noemt hij een scary race between natural and social tipping points. En voor mij is de kern eigenlijk van het boek dat het grote probleem eigenlijk de gedragsverandering is. En de feiten onder ogen te zien en dan ook te ageren. En we nemen de aflevering nu op, net een week of net een paar dagen nadat die hele jonge kinderen, moet ik bijna zeggen, dat Van Gogh schilderij met tomatensoep hebben volgegooid in het museum. Waar een enorm debat over was, of dat dan wel of niet mag. En wat mij toch ook wel weer heel erg kwaad heeft gemaakt, omdat de verantwoordelijkheid ten opzichte van de toekomstige generaties eigenlijk volledig ontbreekt. Dat is iets wat we natuurlijk al heel vaak in bepaalde boeken, podcasts, ook eigenlijk hebben gezegd, dat het frustrerende is
dat wij niet bereid zijn de verantwoordelijkheid te dragen ten opzichte van onze kinderen en kleinkinderen. Dus het is, ik zou zeggen, het is niet een boek waar je vrolijk van wordt. Nee, daar ben ik het helemaal eens. Maar goed, aan de andere kant, ik was vorige week 20 oktober 2022 dagvoorzitter bij een evenement voor verduurzaming van gemeentes. En ik merk ook dat je, daar waren een aantal sprekers die ook dus de negatieve kant mee beginnen, met eigenlijk de realiteitskant, waar we naartoe dreigen te gaan. En die boodschappen hebben we nodig om de verandering in te zetten. De meeste mensen hebben niet in de gaten wat ze verbruiken, hoe we met energie omgaan, hoe we met de maatschappij omgaan, hoe we met mensen omgaan. En gaan gewoon door met het leven, omdat dat nou eenmaal het meest comfortabel is wat we kunnen doen. En wat je zegt, dat soep gooien en aardappelsalade was het in Duitsland. En het vastplakken aan Porsches was het in Duitsland, van allemaal Extinction Rebellion. Daar wordt over gediscussieerd. Er wordt verontwaardigd over gedaan. Terwijl wat zij doen is iets aankaarten voor de toekomst. Van hunzelf, maar ook van hun kinderen. Klopt. En mensen die verontwaardigd zijn, die maken zich niet druk over de vele malen vergrotere problemen die de bedrijven waarmee we werken, de brandstof die we nodig hebben, voor de toekomstige generaties. Wij maken ons alleen druk over onszelf. Dat is wat ik, zoals ik dat ervaar en proef. En ik begrijp er echt helemaal niets van. Ik begrijp niet dat je verontwaardigd kunt zijn over dat soort mensen. En die gaat arresteren. En tegelijkertijd de grote bedrijven die fossiele brandstoffen produceren en verbruiken en weggooien en vernietigen. Dat allemaal mag doorgaan. En we daar geen grip op kunnen krijgen. Dat we niet eens de belasting kunnen heffen op die mensen op de plekken waar het hoort. Om eens wat te noemen. Maar goed. Voordat ik het vergeet, want ik merk dat ik het steeds vaker vergeet, omdat we zo vaak de podcast doen. Aan de ene kant zit Tom van Lubbe. Welkom, Tom. Hoi, Erno. Aan de andere kant zit Erno Hanning. En wij doen deze podcastaflevering met de Boekenkast met veel plezier. We lezen veel boeken. Elke 2 weken bespreken er eentje. Dus nou, hopelijk geniet je ervan en leer je iets van. En vind je een boek gaaf, koop hem dan. Wij krijgen overigens meestal van de uitgever, zoals nu ook weer, de boek, dat hoor ik erbij te zeggen, dus een soort marketing, wat, of weet het, advertentie, wat we natuurlijk op dat moment maken zijn. Maar op oprechte manier nog steeds, ook al krijgt het boek, proberen we gewoon oprecht een boek te bespreken. En het eerste hoofdstuk, dat is een proloog, daar quote hij net al uit, waar hij eigenlijk een beetje vertelt hoe hij het boek heeft opgebouwd. De basis van onderzoeken die hij in de pessimistische hoofdstukken beschrijft. De vele rapporten die er zijn, de gevolgen die we de afgelopen 2 eeuwen vooral hebben gerealiseerd met de ontwikkeling en groei en ongelijkheid. En hij praat ook over een thriving wereld. Hij heeft het dus niet over economie en over welvaart, hij heeft het over thriving. En dat ziet hij als een wereld vol met natuur, schone lucht, schone water, schone bodem, verbetering van de mensenrechten, hoge niveaus van menselijke vervulling en betekenis. Dus daar zitten heel veel hoopvolle dingen in. Als we dat zouden meten in plaats van het bruto nationaal product bijvoorbeeld. En de grootste uitdagingen liggen dus op dit moment op die onderwerpen die ik net heb genoemd. En daar gaan we nu verder op in. En wat hij nog zegt is eigenlijk dat hij veel te weinig actie ziet van de mensen. En ook veel te weinig goede informatie in de media. He, dus het onderwerp wordt vaak te veel genegeerd of nou, verkeerd neergezet en waardoor er veel discussie staat over het onderwerp. En daardoor eigenlijk vertraging ontstaat om het werkelijk aan te pakken. We zijn veel te vaak aan het discussiëren, nu ook over stikstof met boeren. Er wordt veel te veel gediscussieerd. En eigenlijk belemmert dat alleen maar de actie. En hoe meer we de actie belemmeren en vertragen, hoe moeilijk het wordt om het terug te draaien. Dus het eerste deel gaat over populatie en vooruitgang. Wil je dat eens aftrappen? Ja, nou zoals jij al zei, is dat boek dus elke keer opgebouwd uit hoofdstukken waar dan eerst de realiteit of het pessimisme uitgelegd wordt. En aan de hand probeert hij hoopvol te zijn. En in dat eerste gedeelte gaat het natuurlijk over de bevolkingsgroei. En hij laat eigenlijk zien, en dat hebben we ook al in een ander boek een keer gezien, dat eigenlijk beschavingen ten gronde gaan.
als je daar niet op reageert. Dus het gaat bijvoorbeeld om het verzouten van Mesopotamië. En dat soort dingen, dat legt hij allemaal uit. Positieve is dat die bevolking in principe op een gegeven moment weer over het hoogtepunt heen schijnt te zijn. Het belangrijkste is, en daar is kort geleden ook weer een artikel over verschenen in de Correspondent, dat die sterke bevolkingsgroei wel invloed heeft, maar dat uiteindelijk die verdeling van de manier waarop we problemen veroorzaken voor een heel groot gedeelte gewoon een westers fenomeen is. Ja, dus bijvoorbeeld op bladzijde 45 zegt hij, de rijkste 10% van de wereld, die zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 50% van de carbon emissies. En de helft van de bevolking, het armste gedeelte, is maar 10% verantwoordelijk daarvoor. Dus het is eigenlijk een westers probleem waar voor een heel groot gedeelte de rest van de wereld het zwaarste onder te lijden heeft. Dus we moeten vooral het in het Westen niet over de overbevolking hebben, tussen aanhalingstekens. En over bijvoorbeeld dat in Afrika de bevolking nog steeds verder stijgt. Nee, we moeten het over ons eigen consumptiegedrag hebben. Dat is voor mij de kern van dat eerste hoofdstuk. Waarbij hij in het tweede deel, het tweede hoofdstuk, Better Place Than Ever, ingaat over dat dus die bevolkingsgroei aan een eind komt, dat je al beschreef. En bijzonder genoeg is dat iets, waarom dit gebeurt, is eigenlijk iets wat je niet 1, 2, 3 verwacht. Maar dat heeft dus te maken met educatie van de vrouw. Educatie en autonomie van een vrouw zorgt ervoor dat de gezinsgrootte afneemt. Hoe hoger de vrouwen opgeleid zijn, hoe beter ze kunnen omgaan met verschillende situaties. Ze krijgen late kinderen. Er is betere gezondheidszorg georganiseerd. Waardoor dus ook de kindersterfte afneemt. En dus het feit wat we denken dat arme gezinnen grotere gezinnen hebben, dat is een beeld dat we hebben uit het verleden, dat is niet correct. Zeker niet nu meer. En dus doordat de ontwikkeling en educatie van de vrouw toeneemt, zien we dat de bevolkingsgroei langzaam afneemt. En wat je ziet is dat door de verandering van het klimaat, we zien het nu gebeuren, ontstaat er steeds meer migratie. Steeds meer volkeren die moeten verhuizen van de plek waar ze wonen, omdat het niet meer leefbaar is. We hebben de signalen gezien dat waarschijnlijk in 2030 er niet meer voldoende drinkwater is in Italië en Spanje bijvoorbeeld. Dan denk je, oké, dit komt dichterbij. Maar dit is al lang gaande in verschillende gebieden in de wereld. Of extreme weersomstandigheden, of een tekort aan water, of een gedroogte, waardoor er geen gewassen meer groeien. Waardoor die mensen, die bevolking, die dus totaal niet hebben bijgedragen aan die klimaatverandering, zoals ik dat beschrijf, wel nu verantwoordelijk zijn om te verhuizen. En dan komt daar nog bij dat wij dus niet die mensen willen opvangen. Dus we hebben een probleem veroorzaakt. We willen het niet oplossen lokaal. Maar we willen het ook niet oplossen als ze hierin komen. Waarin hij ook nog een beeld schet in het hoofdstuk. Dat stel dat die mensen naar hier komen. Dat eigenlijk over het algemeen dus de economie toeneemt. Het is niet zo dat op het moment als die mensen hierin komen, dat het met ons slechter gaat. Nee, sterker nog, het gaat eigenlijk op dat moment beter met ons. Allemaal signalen die je in de media niet of nauwelijks te horen krijgt. Waar hij het ook nog heeft over het minimumbedrag waar mensen van moeten leven. De VN, en dat zie je ook terugkomen in de SDGs, de Sustainable Development Goals, is $1,90. Wat het bedrag wel zou moeten zijn, daar zijn de onderzoekers niet over eens. Maar één ding zijn ze het wel over eens, die $1,90, dat is niet voldoende. Dat is niet een correct bedrag om te zeggen dat het minimumloon zou moeten, of nieuwe minimum dagelijks inkomen zou moeten zijn. Dat moet echt hoger zijn. En dus we zeggen wel dat een toename is van mensen wat niet meer alleen in armoede leeft, maar in principe leeft nog in armoede, alleen op een grens die wij vanuit het Westen bepaald hebben, dat voldoende is voor de mensen, terwijl wij er zelf gewoon compleet niet van zou kunnen leven. En dus ondanks dat dit een hoofdstuk van hoop is, zit er ook heel veel kritische noot in, viel me op in dit stuk. Ja. Dat klopt. Oké. Tweede energie. Hoofdstuk? Ik wilde zelf eigenlijk over energie niet zo heel veel zeggen, omdat dat eigenlijk wel iets is wat, denk ik, inmiddels wel bekend is. Dus de hele discussie over fossil fuel, et cetera. Zeker in Nederland ook met Urgenda.
En we hebben het ook al een paar keer behandeld. En wat denk ik ook wel relevant is in dit boek is, misschien dat wel even aanvullend met betrekking tot het energiehoofdstuk. En ik vind dat hij dat heel goed doet. Hij zegt van oké, ook al zou je bijvoorbeeld klimaatontkenner zijn, er zijn nog een hele hoop andere crises die daar ook mee te maken hebben, zoals biodiversiteitscrisis en water en weet ik veel wat allemaal. Dus, en die dingen hangen allemaal met elkaar samen. Dus hij heeft geen geïsoleerde aanpak en zegt van ja, nee, alleen maar fossil fuel, alleen maar dit. Nee, hij zegt uiteindelijk hebben we een systeemcrisis van een hele hoop dingen die met elkaar te maken hebben, ook aan elkaar gekoppeld zijn, die je ook niet kunt ontkoppelen. En dat uiteindelijk tot een soort collapse zal leiden. Dus beste mensen, ontkennen schiet er helemaal niks mee op, want ook al zou je klimaatcrisis ontkennen, heb je nog steeds een hele hoop andere crisis zoals biodiversiteit. Ik vond dat sterk, zoals die dat deed. Ja, en voor de rest zit er natuurlijk heel veel data in. Dus voor mensen die, ik zal maar zeggen, het is een populair wetenschappelijk boek. Het is geen puur wetenschappelijk boek, maar er zit zoveel mogelijkheden in om in de voetnoten verder te kijken naar allerlei data, et cetera. Wat jij al aan het begin even in de inleiding zag, dat ik ook al ben je een beetje vertrouwd met de thematiek, dat je toch wel weer nieuwe dingen ervaart. Ik wil er twee elementen uit dit hoofdstuk Slaves to the Power uithalen. Nou, het zegt dat we zijn slaaf van energie. En vooral aan fossiele brandstoffen. En dat komt omdat we ons gedrag niet veranderen. We kopen steeds meer grotere, zwaardere spullen. Dus meer, groter en zwaarder. En die kost energie om te maken, om weg te gooien, om te rijden. En twee elementen die ik kwijt wil halen, om maar wat aan getallen te laten zien. Hè. Dus de toename van het aantal SUV's. Ja, heel goed. Dat vond ik ook bijvoorbeeld heel goed dat hij dat eruit haalde. Het was in 2010 tot 2018 de twee na grootste veroorzaker van de uitstoot van koolstof. Stikstof. Dus we hebben het over een probleem wat er al lang is. We zien het allemaal aankomen. En toch willen we nog steeds een grotere auto dan een buurman. Het is dus ook de bedrijven, die auto, die blijven aan pushen dat je een grotere auto nodig hebt. Reclames die laten zien dat je moet crossen in het landschap. En allemaal dingen die nooit gebeuren, die nooit voorkomen. Dat is wat we nodig hebben. En we zien nu ook weer staan onze elektrische auto's. We kunnen niet allemaal een elektrische auto bezitten. Dat slaat nergens op. En autobedrijven willen ons dat wel laten geloven. Want dat is de enige manier waarop zij meer auto's verkopen. En al die elektrische auto's zijn groter, zwaarder, verbruiken meer elektrisch, maar nog steeds verbruiken continu meer. Het Wat ik andere wat dus hij noemt is, wat ik nog even wil afmaken, is in tegenstelling hierin tegen, is dat 3 miljard mensen op de planeet koken nog steeds op open vuur in hun huisjes, hutten en krotten. En ademen daarmee dus allerlei giftige stoffen in, veroorzaken verschrikkelijke situaties, brand in huis, stel maar voor met kinderen in zo'n hutje. Dat is de tegenstelling even tot. Ook daar zie je dus die behoefte aan energie, maar op een heel ander niveau. En we hebben dus het gevoel dat we recht hebben op goedkope brandstof. En we gaan daar dus ook voor in protest. En we zien het nu ontstaan, afgelopen paar jaar, de gele hesjes in Frankrijk, toen de belasting op brandstof in één keer omhoog zou moeten gaan. We zien het nu, het gemor over de benzineprijs die omhoog gaat met het begin van de oorlog. En we zien het nu met het gasprijs die omhoog gaat. Allemaal gemor, omdat we gewend zijn goedkope energie af te nemen. En we vinden dat we daar recht op hebben. Terwijl er 3 miljard mensen op de wereld zijn die nog steeds stoken en koken op open vuur en daar allerlei gezondheidsrisico's mee lopen. Wat zijn we aan het doen? Over gedragsverandering gesproken, wat jij in het begin noemde. Ja, wat ik, dat is op bladzijde 76 waar dat voorbeeld, ik had het ook aangekruist van die SUV's. Wat ik, en dan ga ik toch ook feedback geven op het boek of een stukje kritiek geven. Ik had het wel zinvol gevonden als je uitgesplitst had in dit soort discussies wat echt een impact is op het leven. Dat je zegt van nou, dat is wel heel lastig. En wat eigenlijk geen impact maakt. Dus bijvoorbeeld SUV's vind ik wat dat betreft het schoolvoorbeeld. Je kunt best van A naar B rijden.
Alleen waarom moet dat in een auto zijn die nog veel meer verbruikt, omdat het in het verleden het geval is? Nou, op social media heb je soms van die plaatjes dat men laat zien dat eigenlijk alles kleiner is geworden. Noem wat telefoon als voorbeeld. En dan heb je de auto's, die worden, zijn alleen maar groter en zwaarder geworden. En dit is nou denk ik juist een voorbeeld waar eigenlijk de gemiddelde burger eigenlijk wel zou verwachten dat de overheid daar ingrijpt en zegt van vanaf een bepaald aantal kilo's of tonnen mogen auto's helemaal niet geproduceerd worden. Ze mogen helemaal geen verbruik hebben. Dat zou je heel makkelijk kunnen reguleren. Dus ik denk bij die hele klimaatdiscussie dat je veel meer zou moeten uitsplitsen. Wat heeft überhaupt, wat veroorzaakt eigenlijk hoeveel? Dus dat gebeurt hier wel. En wat zou je heel makkelijk kunnen wegstrepen zonder dat je er heel erg onder lijdt? En dat is dat voorbeeld van het vliegen, wat we in dat boek van Tijs Joosten besproken hebben ook. Het is voor mij een absoluut raadsel. Het kan zijn dat ik er overheen heb gelezen. Dat bijvoorbeeld korte afstandsvluchten niet gewoon verboden worden. Omdat het, er zit helemaal geen gewin in. Waarom kun je nog steeds met de KLM van Amsterdam naar Brussel vliegen of naar Parijs? Waarom wordt dat niet gewoon verboden? Verder in het boek is dit wel weer een voorbeeld, ik weet niet precies in welk hoofdstuk dat is, dat hij zegt van ja, er is genoeg onderzoek naar gedaan, we hebben dat ook al vaker genoemd, dat je maar 3,5% van de volledige bevolking nodig hebt om die transitie in beweging te brengen. Dus ik vind eerlijk gezegd dat actionisme of het actionisme zal moeten leiden tot het ingrijpen van de overheid. En de overheid zou het makkelijkst kunnen ingrijpen bij dingen waarvan iedereen begrijpt, ja, nee, maar dat is eigenlijk ook totaal ongelooflijk dat we dat niet al lang hebben verboden. Ik denk niet dat er iemand tegen zal zijn als de overheid besluit dat je niet meer kunt vliegen van Behalve Amsterdam naar natuurlijk Brussel. KLM en Ja, maar dat autobedrijven is die natuurlijk. grote auto's produceren. Ja, maar ik denk dat het als je heel specifiek daaruit haalt en zegt van, wij hebben als overheid besloten dat je onder de, ik zou maar zeggen, 600 kilometer niet meer mag vliegen, want daar is treinreizen sowieso sneller. Ik kan me niet voorstellen dat dat een heel groot probleem is. Als je zegt van ja, je mag niet meer naar Amerika vliegen, dat is lastig. Want dan gaan de mensen zeggen, ja, moet ik met een boot er naartoe? Mijn kinderen wonen daar, et cetera. Dus ik denk dat je veel meer moet kijken, oké, waar heb je nou relatief snel heel groot draagvlak voor? En waar is het veel, veel moeilijker? En dan begin je met de makkelijke dingen, hè? Low hanging fruit, zou je zeggen. Dat is, daar begin je mee. Nee, En dat ik ben met je eens hoor. is wat ik wel een beetje mis, omdat als je alles op één grote hoop gooit, en dat is bij het volgende voorbeeld van food bijvoorbeeld ook, misschien om meteen de brug te maken. Het is natuurlijk, ik zal maar zeggen, als jij een kantoorbaan hebt, en je, dan kun je zeggen, en je woont in Amsterdam, dan kun je heel, dan heb je het over allemaal havermelk, cappuccino's drinken en avocado op je boterham smeren, et cetera. Alleen ja, als jij bouwvakker bent en je hebt voor de rest een hele lage CO2 footprint. En je wil graag een biefstuk eten, dan moet je met die discussies, vind ik, wel oppassen. Omdat je heel snel polarisatie gaat krijgen. Ik begrijp het punt wel wat gemaakt wordt. Alleen de vraag is, waar krijg je relatief snel een groot maatschappelijk draagvlak om ook relatief snel de stappen te kunnen zetten? En dat je niet het gevaar loopt dat snel discussies in een populistisch vaarwater belanden. Wat je op dit moment in de energiediscussie ziet, wat je bij discussie over vlees, et cetera, ziet. Kijk maar naar Trump, maar ook allerlei tendensen in Europa. Dus ik denk dat we daar rekening mee moeten houden, omdat we natuurlijk toch een beetje in een intellectuele bubbel zitten als we dit soort thema's bespreken. Ja, ik denk dat we hierin toch de kracht zien van het lobbyisme. Laten we naar Engeland kijken. Premier is net opgestapt, Truss. Die enorm pro-multinationals was, opgevoed door multinationals en dat alleen maar wilde ondersteunen. En nu hebben we. Nu hebben zij een Indiaanse niet-blanke man als minister of premier gekozen, maar wel de rijkste man van Engeland. Of nee, niet de rijkste man, de rijkste man in het parlement. We hebben het al eerder over gehad. Dit soort mensen, intellectueel, veel geld, zijn niet meer in staat om zich te verplaatsen in de mensen die dat geld niet hebben. Dat
is een ontgaan, een bepaald moment gewoon. Omdat je zo in je eigen bubbel zit, dat je niet meer inziet wat er gebeurt. Als je bijvoorbeeld, zoals de premier van Frankrijk, de BTW op brandstof gaat verhogen en daarmee iedereen die moet reizen met de auto, het niet meer kan betalen voor hun werk en hun levensonderhoud. Ja, dan krijg je dus opstand. Kan niet anders. Ja, hij noemt het dus wel. Hij noemt dus wel die gele hesjes. En daarom vind ik het eigenlijk interessant. En je hebt bijvoorbeeld in Nederland heb je dat voorbeeld gehad met Rotterdam, waar mensen met oude auto's de stad niet mee in mochten. En tegelijkertijd werden de havenkades werden gerenoveerd, zodat de cruiseschepen daar konden aanleggen. Die, weet ik veel wat, ik noem wel, ik ben geen klimaatspecialist, maar ik zou maar zeggen dat aantal liters olie wat cruiseschepen verbruiken, dat is zo absurd hoog. En ik denk dat we daar echt moeten oppassen, omdat het populisme is heel gevaarlijk. Zo'n samenleving die breekt uit elkaar. Binnen de kortste keren heb je, gele hesjes wordt hier genoemd. Maar je ziet het in Amerika met Trump, het Witte Huis wat bestormd wordt, et cetera. Dus ik denk dat we misschien eerst eens moeten nadenken of we bijvoorbeeld het landen van privéjets, ik zeg het maar even provocatief, op Schiphol moeten verbieden. Voordat we een bouwvakker die graag een biefstuk eet en in de zomer graag zijn biefstuk op een grill legt, zeggen dat hij vegetariër moet worden. Dus ik begrijp dat allemaal. En als ik de hele dag achter een laptop zit, dan is het helemaal niet zo moeilijk om boterhammen met avocado te eten. En ik eet ook heel weinig vlees. Maar ik denk dat we echt een beetje moeten opletten dat we misschien eerst die privéjets pakken. En nadenken of we cruiseschepen laten aanleggen voordat we de bouwvakker zijn biefstuk wegnemen. Ja, dus de belangrijkste conclusie uit het hoofdstuk van voedsel is dat we steeds meer plantaardig moeten gaan eten, zullen gaan eten. De trend zie je in de westerse maatschappij, maar in de wereld, want in China bijvoorbeeld neemt de afname van vlees enorm toe. Het is een soort welvaartsproduct. En zij zien nu dit als de volgende stap in hun welvaart, in het recht wat ze hebben om dat deel ook op te nemen. Dus de productie, tussen quotes, want ik vind het nog steeds verschrikkelijk als je praat over productie en je praat over dierlijk voedsel, neemt nog steeds toe. Hè? Dus de gemiddelde hoeveelheid kilo vlees die wij als mens op de wereld eten, neemt nog steeds toe. Ondanks dat we in de westerse wereld steeds meer denken dat we steeds plantaardig aan het eten zijn. Inclusief die avocados die enorm veel water kosten. En ik eet ook een avocado, voor duidelijkheid. Het is overigens geen het, dit is een van de minst zeg maar, hoofdstukken van de minste pagina aan besteed is, wat dat betreft. Ja, wat ik misschien nog wel wil toevoegen is, je kunt natuurlijk wel, en dat heeft hij bijvoorbeeld goed gezegd, dat bijvoorbeeld de verandering van een dieet, dat is op bladzijde 135, dat best mogelijk is. En ik denk bijvoorbeeld dat een heel goed voorbeeld zou zijn als je bijvoorbeeld het dieet, of ik zou maar zeggen, het eten op school, waar natuurlijk ook een discussie over is, omdat zoveel kinderen naar school gaan zonder dat ze thuis fatsoenlijk gegeten hebben. Als je nou zou zeggen, weet je wat, je begint bij die volgende generatie van die kinderen en je zou bijvoorbeeld op de scholen allemaal vegetarische maaltijden aanbieden. Dan heb je in principe een lange termijn doel, heb je twee dingen met elkaar gecombineerd. Je hebt een transitie, heb je gemaakt, omdat het smaak kun je ontwikkelen en afhankelijk van wat je gewend bent, is ook je voedselpatroon naar de hand. Dat zou een hele goede constructieve oplossing zijn. Omdat je mensen iets weg te nemen waar ze heel erg aan gehecht zijn, is veel moeilijker dan kinderen iets te geven die op dit moment, ik zal maar zeggen, met een lege buik naar school gaan en niet ontbeten hebben. Dus ik zal maar zeggen, ik ben heel erg op zoek naar wat zijn nou constructieve dingen, zodat het populisme wat sowieso al erg ik zal maar zeggen, erg toeneemt, dat je daar nog niet meer olie op het vuur gooit. Ik had vorige week bij die bijeenkomst was ook een ontmoeting of een diner bij Nel Schellekens in Winterswijk. Zij is de chef van Kop tot Kont. Veel mensen kennen haar. En zij geeft veel les aan kinderen die dan overigens naar Winterswijk komen om daar dus kookles te krijgen. Waar ze dus leren om te koken op een andere manier. Dus, en ze leert niet alleen de kinderen koken om te gaan met voeding, maar ze vertelt ook veel over de voeding die we nu eten. Hè? Over welk deel van de kip nog eten, wat er met de rest van de kip gebeurt, waarom er zoveel mannetjes kuikens worden vernietigd, of zoveel kalfjes weggaan, of hè, al dat soort dingen, stierkalvers bedoel ik dan.
Zij is daar heel erg activistisch in en is enorm interessant om bij te wonen. En je voelt je uiteindelijk ook gemotiveerd om meer na te denken over het voeding. En als je dat dus, wat zij dus doet, begint bij de kinderen en tegelijkertijd de directie van Unilever, directieleden, ook leert eten en leert nadenken over voeding, dan pak je het aan twee kanten. En dan zie ik dus ondernemers zoals haar, zie ik dus actief, activistisch ondernemen om die verandering op gang te brengen. In het stuk over klimaat, om maar eens te praten over dingen waar je niet zo vrolijk van wordt, somt die allerlei recente gebeurtenissen op over invloeden van het klimaat. Hè? Dus droogtes, overstromingen, stormen, hittegolven. We worden er langzaamaan in Europa ook steeds meer geconfronteerd. De afgelopen zomer hebben we het gemerkt. Maar dit is wat op de wereld al lang gaande is. En toen wij klaagden over de hitte, toen waren er overstromingen in heel Europa en in de hele wereld waar we niet druk mee bezig waren. Mensen die daar gewoon overleden en geen huis meer hadden. Dus als je niet vrolijk wilt worden, is dit een goed hoofdstuk. Want dit is wel wat er gebeurt. Dit is wel de invloed die wij hebben met ons gedrag, met onze consumptie, hoe we omgaan met afval, hoe we omgaan met energie. Het zit allemaal in dit hoofdstuk. Ja, misschien nog even om een bruggetje te maken naar andere dingen die wij ook al besproken hebben in een andere podcast. Dat is op bladzijde 185, de Legal Action en Social Shifts. Twee dingen. Wat je steeds meer ziet is natuurlijk dat burgers klagen voor de rechtbank en daar gelijk krijgen. De zaak is Urgenda oordeel. En het andere is natuurlijk dat de natuur rechten krijgt. Maar daar hebben we een andere podcast ook al tijd aan besteed. Dus we zijn, ik zal zeggen, ook weer even om het hoopgevende aspect weer even in terug te brengen. Alleen, ja, de conclusie van het hoofdstuk is weer wel, wat we al even zeiden, scary race between natural and social tipping points. Ja, en de conclusie is dat het dus eigenlijk vooral een social tipping point is. Het inzien van dingen, dat je moet reageren. En daar is natuurlijk de afgelopen zomer een extreem voorbeeld van. En als je dan al die klimaatkaartjes zag, en dat was echt weken achter elkaar, ook met de temperatuur in India, et cetera. Dat was, bij ons was het dan nog rood, maar daar was het gewoon zwart, omdat het, weet ik wat, meer dan 50 graden of zo was. Dus waar gewoon echt alles dan kapot is en je dat als mens ook helemaal niet overleeft. Maar iedereen weet het inmiddels. De vraag is, ja, wat is de social tipping point? Dat we de boel omgooien. Dat is het grote vraagteken. Ja, in het hoofdstuk over economie, dan gaat het over eigenlijk hoe we de kosten tellen. Hè? Dus de titel van het hoofdstuk is Counting the Cost. En waar we het al vaker wel hebben gehad, met Matsukata onder andere, over GDP als richtlijn voor groei, voor een teken of we in een opwaartse of een neerwaartse economie zitten. Alle gegevens die ontbreken in het GDP. Het idee dat het GDP helemaal geen goed getal is, geen goede rekenmethode is om te laten zien hoe we ons voelen, op welke kant op gaan. Sociale activiteiten zitten er niet in. Zorgen voor je ouders, zorgen voor kinderen zit er niet in. En zo ontbreken er heel veel elementen in de GDP, maar ook dus de elementen van de toekomst. De GDP is dus een getal wat rekening houdt met de elementen van vandaag. De productie, de toename van productie, de toename van groei, de toename van welvaart. Niet welzijn, maar welvaart. En alles zit in dat GDP opgesloten en alles wordt daar rekening gehouden. Maar de kosten, wat betreft klimaat, wat betreft de populatie, alles voor de toekomst, dat zit er niet in. Dus wat wij nu doen, wat effect heeft in de toekomst, dat zit er niet in. En wat wij op dit moment doen zijn, dat heeft enorm veel effect voor de toekomst. Dus ja, we hebben het al vaak over gehad, verschillende boeken besproken, dus economische boeken besproken, waar het duidelijk naar voren komt. Small is beautiful, om het wat te noemen. Het boek van Willem Schamade, waar we het over hebben gehad. Duurzaam kapitalisme. Ja, de tekens zijn aan de wand. En het wordt hoog tijd dat we
dit getal overboord zetten. En een aantal landen zien dat. Dat komt dus in het volgende hoofd naar boord naar voren. Valuing the future. Dan zien we dus dat we in een aantal landen bezig zijn om niet welvaart, maar welzijn te meten. Om te kijken, wat is het, hoe staat de mens ervoor? En er zijn een aantal vragen, indicatoren die je kunt meten. Die gaan over bijvoorbeeld, wat zijn de environmental indicators, de energy indicators, de social indicators, de life evaluation indicators, pagina 239 meent nu. Maar ook, en dat zijn interessante indicatoren, maar moeilijk om te meten op dit moment nog, de ecological network indicators. Het is de diversiteit. Maar ook de network indicators, dus hoe je markten geconcentreerd, hoe je patenten lopen, community resilience en innovation indicators. Dit zijn dingen die ingewikkeld zijn te meten, maar wel belangrijk zijn te kijken naar de toekomst toe. Wat is een beter kerngetal om aan te houden als overheid om op te reageren, of een bedrijf ook om op te reageren? Nou, voor de mensen die dat interessant vinden. Toch nog even expliciete verwijzing naar het boek Duurzaam Kapitalisme van Willem Schamade. Omdat daar eigenlijk in dat hele boek dat eigenlijk uitgediept wordt en ook heel constructief voorstellen worden gedaan. Hoe je dat heel systematisch zou kunnen opbouwen. En dan is weer de vraag natuurlijk, ja, waarom gebeurt dat dan niet als eigenlijk iedereen het erover eens is dat het GDP geen goede graadmeter is, zelfs contraproductief is. En Paul Berens, die citeert zelfs het IMF. Waarvan die zegt van ja, dat is nou niet de meest linkse organisatie op deze wereld. Die eigenlijk ook al van mening is dat eigenlijk dat het GDP niet meer zinvol is. Dus de vraag is van ja, waarom zou je dat eigenlijk niet kunnen veranderen? En een positief voorbeeld wat hij bijvoorbeeld ergens anders wel noemt, is dat Montreal-akkoord, waar we die vloeistoffen die in koelkasten zitten, ik ben even de naam kwijt, hebben weten te verbieden. Dus waarom zou je niet op G, weet ik veel wat, op IMF-niveau. Gewoon eens kunnen zeggen van hier, laat je ze misschien parallel lopen. Dus het is weer een beetje hetzelfde wat ik net ook zei. In plaats van dat we zeggen, oké, dit is fout, we doen dat niet meer. Zet wat mij betreft gewoon de andere indicator daarnaast, laat ze parallel lopen. Zodat mensen eraan wennen, omdat het natuurlijk ook logisch is dat als de hele wereld in GDP nog steeds denkt, dat het best wel lastig is. Als jij zegt van ja, maar dat getal is niet goed, schaf het af, kom naar een ander. Dat is moeilijker dan te zeggen van zet die naar de gewoon naast. Dus ik zou ervoor pleiten, zet het er gewoon naast en probeer meer aandacht voor het alternatief te creëren. Zonder dat je er een soort wel eens niet eens discussie van maakt. Nou, dat is natuurlijk ook iets wat je kunt doen als ondernemer. Het is de ondernemersboekenkaart. Ondernemer kun je de winst meetbaar maken. En dat moet. Dat hebben we nodig voor de belasting, voor de overheid en weet ik dan wat. Dat is noodzakelijk, dat getal kunnen die onderuit. En dat communiceren we ook met onze werknemers, met onze stakeholders. Maar waarom zouden we ook niet andere getallen communiceren? Hoe is het gesteld met de gezondheid van onze medewerkers? Hoe is het gesteld met de ontwikkeling, met de opleidingsgraad van onze werknemers? Hoe is het gesteld met hun gezinnen? Ja. Ik moet nog denken aan, ik weet niet welk boek dat was, maar volgens mij van Tony Hsieh, dat het over ging over hoeveel de toename was van hoeveel mensen gingen trouwen. Nee, dat was, oh, ik weet het alweer. Niet zo goed voorbeeld. Ik weet het alweer. Zo'n financieel bedrijf die het minimumloon had verhoogd naar $75.000, waarbij een toename was van het aantal kinderen in bedrijf, toename was van het aantal huwelijken in bedrijf. Maar goed, ondertussen is ook die CEO niet de beste CEO gebleken. Dus niet zo goed op dat. Ja, maar je kunt bijvoorbeeld, wat wel gebeurd is, dat bijvoorbeeld allerlei, om dat voorbeeld even op te nemen, je kunt best in je jaarverslag, hè, voor de beursgenoteerde bedrijven, daar gewoon een extra verslag aan koppelen. Of je kunt iets zeggen over je CO2-uitstoot. Of je kunt, ik noem maar wat, het gaat er niet even om ons bedrijf, want we zijn een heel klein bedrijf met 70 mensen, maar we hebben geen bedrijfsauto's. De audit op het gebied van werkgeverschap staat online. Daar kan iedereen in kijken. Dus dat is allemaal transparant. Alleen ik denk dat het makkelijker is dingen toe te voegen, want je hebt nog steeds een winst- en verliesrekening, dan te zeggen, ja, nee, maar die winst- en verliesrekening, dat is helemaal niet goed, want eigenlijk gaat het helemaal niet om winst maken, en dat zou ook helemaal niet de insteek moeten zijn van bedrijven. Ja, maar dat is wel de manier waarop dit moment de wereld functioneert. Dus als je die transitie wilt maken, maak het wat makkelijker. Als je,
als je minder vlees wil eten, dan is dat ook al goed. Dan eet, ik noem maar wat, 1 of 2 keer per week vlees in plaats van 5 of 7 keer per week. Dat zou ook al in mensen helpen. Ja, en ik heb het met jou ook al eerder over gehad, maar je ziet het ook bij de gesprekken die ik heb gehad in mijn eigen podcast met bijvoorbeeld Rob van der Dolen van Yumiko. Die maakt zo'n apart verslag over de impact die ze maakt met hun product. En niemand leest dat verslag. Dus het verslag maakt meer voor jezelf. Mark Vletter maakt een overzicht, een apart artikel elk jaar over hoe zij de 10 euro die ze binnenkrijgen spenderen. Niemand, dus de pagina wordt nauwelijks gelezen op dat tijd. Je maakt dat soort informatie in eerste instantie vooral voor jezelf. En dan komt er vanzelf een tipping point waarbij Tuurlijk. mensen, meer mensen in geïnteresseerd zijn. En zeker als je het naast die andere getallen legt. En jij had, we hadden het ook al eerder gehad over B Corp. B Corp is natuurlijk een soort methode uit Amerika, wat heel erg lijkt op alle andere meetmethoden en alles vastleggen vanuit het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed. En dat heeft voor mij een negatieve annotatie. Maar jij zei het ook al, door dus te werken met B Corp, met die lijsten, met alles in te vullen, gingen we wel bewuster nadenken over elementen. En toch nog weer nakijken, hoe kunnen we het efficiënter maken? Hoe kunnen we het duurzaam maken? Hoe kunnen we ons bedrijf veranderen om dat op te zetten? Plus, het is natuurlijk ergens, heb je daar die registratie en ook informatie die je naast je jaarverslag kunt neerleggen, wat alleen maar gaat over winst en omzet, heb je dus andere elementen. Wat is mijn impact erg op de wereld? Wat ik ben aan het doen met op dit moment? Dus ondanks die Anglo-Amerikaanse gedachtegoed dat je dat gaat vastleggen, helpt het om zichtbaar te maken. Het laatste is een epiloog. Opnieuw weer in twee delen opgedeeld, pessimistisch en optimistisch. Are we almost at the end? Nou, de titel die zegt het al. Zitten we eigenlijk voorbij het tipping point? Hebben we het tipping point al gepasseerd? En dat is niet fijn om te horen. En dus het is ingewikkeld. Wat hij in het begin, in het eerste hoofdstuk al zei, is dat de toekomst heel lastig is te voorspellen. En dus we hebben nu, met onze huidige beleving, hebben een beeld van de toekomst. Maar dat is zo ingewikkeld, omdat er ontwikkelingen zijn in de toekomst die we nu nog niet kennen, dat de toekomst er heel anders uit gaat zien. Een klein voorbeeldje in het boek beschreven, namelijk in 1900, ergens rond 1900, werd er heel moeilijk gedaan over de hoeveelheid paardenstront. Omdat alles op paarden werd gedreven. Ze zagen dus een ellende in de steden, hoeveelheid paarden, en dat de paardenstront over een paar decennia tot, zeg maar, tot grote hoogte zou rijden. Een mens zou niet meer kunnen leven vanwege het paardenstront. Dus ze konden niet voorbij het paard kijken, omdat dus de ontwikkeling naar de automobiel nog niet was gedaan. En dat is natuurlijk ook hier een beetje. Er wordt hier natuurlijk een beeld geschetst over waar we naartoe gaan. En tegelijkertijd is het heel ingewikkeld om in te schatten hoe de toekomst eruit gaat te zien. Daarbij gezegd hebben, we hebben natuurlijk op dit moment best wel veel mensen die nadenken over de toekomst en er heel erg enthousiast over praten over allerlei technologische oplossingen. Hoe we de problemen die we nu hebben kunnen oplossen. Door bijvoorbeeld koolstof uit de lucht te halen. Elektrisch te gaan rijden. Allemaal veranderingen die we technologisch oplossen. Maar het is veel eenvoudiger om niet te beginnen met ons gedrag te veranderen. Het kost niets. Alleen van jou en mij vraagt dat iets, ons gedrag veranderen. Maar het probleem is, wat hij ook heel duidelijk beschrijft, is dat ook al zou je dat eruit kunnen halen, dan heb je de biodiversiteitscrisis nog niet opgelost. Weet je, dus uiteindelijk is, zegt hij onderstreept, ja, ten eerste groeit de uitstoot of de problemen op al die dimensies groeien gewoon door. Dus dat idee van groene groei, heel groot vraagteken, eigenlijk niet mogelijk, hebben we ook te weinig tijd voor. En daarom vind ik zou zeggen, in die laatste epiloog, bladzijde 264, heb ik het al heel even aangestipt. En er zijn heel veel historische voorbeelden. En toen ik het de eerste keer las, was het voor mij een absolute eye-opener. Je hebt maar 3,5% van de bevolking nodig om een transitie voor elkaar te krijgen. En dat kan erkenning van homoseksualiteit zijn, homohuwelijk. Hij noemt ook even het voorbeeld van Obama, die aan het begin van zijn regeringsperiode dan nog tegen was en 2 jaar later was het homohuwelijk overal in de Verenigde Staten geaccepteerd. Kiesrecht, begin van de 20e eeuw.
Sociale zekerheid, verbod op kinderarbeid, afschaffing van slavernij. Een hele hoop andere boeken hebben dat ook al vaak genoemd. Dus ik denk, als er überhaupt al een hoopvolle boodschap in zit, dat boek, dan zijn er een aantal initiatieven. Hij noemt ze ook even: Extinction Rebellion, Greta Thunberg, et cetera, et cetera. Urgenda in Nederland zou je kunnen noemen. Of ook het activisme van Follow This tegen Shell. We hebben eigenlijk maar heel weinig mensen nodig om de boel te kantelen, om even in Rotmans terminologie te praten. Dus, en dat zou mijn grote appel zijn. Laten we nou eens met z'n allen kijken dat we een hele grote meerderheid, meer dan die 3,5% kunnen activeren, die juist, ik zal maar zeggen, juist die thema's eruit halen waar we het eigenlijk allemaal heel erg met elkaar eens zijn. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn halveren van Schiphol, het verhogen van start- en landings-euro's. Omdat iedereen wel begrijpt dat voor 50 euro naar Barcelona vliegen, dat dat niet de bedoeling kan zijn. Dus neem iets waar 80% van de bevolking achter je staat. En dan denk ik dat je meer dan 3,5% relatief snel bij elkaar krijgt. En dat zou dan het beslissende element kunnen zijn om de boel te kantelen. Het boek is, wat we aan het begin hebben gezegd, al geschreven op een manier dat je het eenvoudig kunt lezen. Er zit veel onderzoek in, heel veel onderzoek, waar je ook in de verdiepingen kunt gaan. Er zitten heel vaak elementen in genoemd die verrassend zijn, waardoor je denkt, is dat het al? Of zijn die opties er al? Of is dat gebeurd in het verleden? Staan we daarom nu hier? En dat is ja, natuurlijk interessant als een boek, dat het gaat vanuit onderzoek, dat je wetenschap, dat het de praktijk is, hoe het is. Waardoor je in mijn optiek dus ook wat meer voeding hebt, of kennis hebt, of inzichten hebt om je te verdedigen tegen de polarisatie. En dus door een partij die heel gemakkelijk of de veel te zonnige toekomst laten zien, die niet. Als je hem doorrekent, niet uit kan. Of de andere kant, bijvoorbeeld, die heel erg negatief doen over migratie. Of over nu de homo. Alles wat wordt gedaan, kun je daardoor beter over nadenken en zelf kritisch op zijn. In plaats van dat je de uiterste volgt. Want die uiterste volgen, dat zorgt alleen maar voor verlamming, voor discussies en geen verandering. Niks aan toe te voegen, Erno. Dan was dat hem. Het was me genoegen. Dankjewel, Paul Berends, voor het schrijven van dit boek. Als het goed is, tegen de tijd dat deze aflevering online is, heb ik ook een gesprek gehad met Paul Berends in de Decide for Impact podcast. Ik zal de link dan op dat moment ook toevoegen aan het artikel, dus dan kun je dat ook luisteren. Om het van de auteur zelf te horen, zal ik me ook nog wat van die kritische vragen stellen. Waarom niet iets meer makkelijke voorbeeld gekozen als een soort initiator om die 3,5% op gang te krijgen. En dan dank ik je wel voor het luisteren en hopelijk hoor je weer, of hoor je ons weer in de volgende aflevering. Dank je wel, Tom. Dankjewel, Erno.